Welkom bij de zaterdag van Stoppelhanen. Zometeen spreken we Nielson, de Dirty Daddies en Bukkers. Maar eerst een heleboel gezelligheid tijdens het Blazers Festival. Mannen, wat was dat lekker? Ja, echt heel lekker. En, dat verwacht je niet. Mensen, zoveel mensen met het nummer van Pantera, van Domination. Ja, dat kent geen hond. En toch staan ze hier helemaal enthousiast mee te gaan. Iedereen werd gewoon gek. Dat laatste applaus dat jullie hadden, dat is fantastisch. Dat is geweldig. Wij hebben altijd een geweldig applaus als we ophouden. Hè? Waar komen jullie vandaan? Wij komen uit Uden, uit Brabant. Daar zijn we eigenlijk ooit begonnen. Maar nou, de helft komt nog uit Uden en de rest komt uit een stukje Achterhoek, een stukje Limburg. Eigenlijk Zuid-Nederland. Daar hebben we de hele band bij elkaar. In dit soort optredens, hoe vaak, waar? Nu is het druk en voor het of tijdens het festival doen we het ook druk. En waar? Hier op Bospop, op de Zwarte Cross, op je feestje is gewild. Overal en ergens staan we. Ja. Kunnen ze in Lemelenveld wel swingen? Ja, ik denk het wel, ja. We hebben een fijne groep, hè, dus daar gaan we altijd vanuit. Je zweept het publiek lekker op. Je stem is natuurlijk helemaal naar zijn grootje. Vanavond wordt het wat minder, maar op zich blijft hij redelijk goed. En op zich op tijd smeren. Goed spoelen. Dat is altijd dat komt ook wel goed. Hey, veel succes. Dankjewel. Ook in het dorp stond het weer bol van de activiteiten, zoals de braderie, de brokante markt en het bubbelvoetbal. Heerlijkheden ben jij aan het voorschotelen? Ik heb een classic burgertje, 100% rundvlees. Met lekkere cheddar, gekarameliseerde uitjes in balsamico. En een beetje bacon. En ik zie alles is vers, je bent vers aan het snijden ondertussen. Ik heb alleen maar vers spul. Dus, anders heeft het weinig zin. En het loopt lekker de hele dag door zo? Ja, het is nu zoals je ziet is het volle bak. Als je een uurtje verder bent, dan wordt het nog wat drukker, denk ik. Ja. En dit doe je vaker? Waar ben je te vinden? Ja, ik woon in Raalte. Over 2 weken staan we op de smaak in Raalte. Dus goed. www.vanjan.nu. En ook dit jaar was er weer een prachtige straatversiering te bewonderen.
Maar zie je niet dat ik precies weet wat ik doe? En ze kan het niet laten, ze kan het niet laten. Ah yeah, ah, weet je wat het is? Niels, Nielson, ja. Hoe ging het optreden? Heel chill man, ik vond het super relaxed. We mochten openen vanavond. Ja. Dus de mensen moesten een beetje warm gemaakt worden. Volgens mij is het helemaal gelukt. Ja, zo sta je alleen met de gitaar. Ja. En zo sta je met de complete band. Ja, dat is, ja ik draai nu 5 jaar mee ongeveer en dat evolueert zich natuurlijk langzaam. Ik heb op een gegeven moment een bandje bij elkaar gezocht en dat zijn nog steeds dezelfde jongens als een paar jaar geleden. En we groeien eigenlijk gewoon steeds dichter naar elkaar toe, ook muzikaal gezien. Dus geloof in jezelf, juist wanneer het lijkt alsof het niet meer loopt. Je kan rennen met je hoofd omhoog, zullen versnellen. Word wakker, want dit is jouw droom. En tijdens zo'n optreden, zoals hier bij Stoppelhanen, had je ervan gehoord van Stoppelhanen? Ja, ik heb er wel eens van gehoord. Sterker nog, ik dacht dus dat ik hier al een keer geweest was. Maar ik heb me laten vertellen door mijn tourmanager dat niet zo is. Maar misschien dat ik een keer in de buurt hier een ander feestje heb gedaan. I don't know. Maar ik heb ervan gehoord van Miss Monty of andere artiesten. Ja. En ik ben blij dat ik er vanavond mocht staan. Ja, dat was hem weer. Ja, lekker het was, man. Het was heerlijk. Ik voel me altijd super lekker on stage natuurlijk. Maar dit was wel echt... Ik heb nog nooit zo lekker gevoeld volgens mij. Nee, ik zag het aan. Je had lekkere moves. Ja, nee, maar ik hou van mensen. Dan weten mensen ook wel vaker van mij toch? Jij heeft dat wat minder. Ik wel zo. Hij is misantroop noemen ze dat hè. Toch, je houdt helemaal niet van mensen toch? Nee, ik krieg er vaak ook geen klon van met. Ben iedereen die vrucht op heeft de neus. Ja, juist wil ik hier, ik ben hier naar school gegaan op het Carmel College, vroeger nog Floris Radewijns College. Dus ik heb dan nog wel extra de neiging om nog meer indruk te maken met mijn gitaar. Tot slot, komende tijd, wat voor plannen, wat voor optredens? Laten we het eerst over Coole Coole hebben, 16 september, bij ons eigen festival. Dat is in Luttenberg. Dat wordt helemaal te gek. We beginnen al 's middags, om 2 uur gaan we barbecue met de mensen. We gaan een speciale set, we hebben een pedal steel en violist erbij en dat wordt allemaal te gek. We sluiten het jaar af in de grote zaal Paradiso. Er zijn nog kaarten voor. Dat wordt de gekke afsluiting. Daarna ga ik denk ik even naar Bonaire, heb ik met mijn gezinnetje. Ja. Mannen. Goedenavond. Goedenavond, Roger. Sun. Hi. Zijn jullie klaar voor? We zijn er hartstikke klaar voor, ja. Ja? Nog een kleine 10 minuten en dan gaat het gas weer open. Jullie knallen. Daar gaan we wel vanuit. Hoe zag de zomer er voor jullie uit? Heel druk. We hebben denk ik wel in de afgelopen 4-5 maanden hebben we echt wel 10 shows gemiddeld per maand gespeeld, denk ik. Kun je een paar highlights noemen waar je echt trots op bent? Zwarte Cross was toch wel weer enigszins, ja, mijn haar is ook een redelijk hoge highlight. Vorige week stonden we in België een show waar je ook, je rijdt de grens over. Je denkt, we gaan wel eens kijken wat er van gaat komen. De mensen gingen helemaal uit hun aardlek, niet normaal. Hey, tot slot, hoe zou je Stoppelhanen typeren na al die jaren? En Raalte never disappoint. Oké, Raalte, al die handen op elkaar, come on, hey! Make a big noise, bring in the sheets, gotta be a big nut, so you got money.